Ave allemaal en welkom bij deze uitleg over de drie belangrijkste participia in het Latijn, het PPA, het PPP en het PFA. Eerst even van alle drie een voorbeeld. Ik zal ze straks uitgebreider behandelen, hoe ze worden gevormd, hoe ze worden vertaald, etc. Maar nu weet je alvast waar ik het over heb. Een voorbeeld van het PPA is in het Latijn vocans. En dat vertaal je dan met terwijl of hoewel, omdat de moeder riep ging ze weg of roepend ging de moeder weg. PPP. A patre vocatus abiit, nadat of hoewel of omdat hij door zijn vader geroepen was, ging hij weg. Of door zijn vader geroepen zijnde, ging hij weg. En je hebt het PFA, vocaturus, zijn zoon zullende roepen, ging hij weg. Ja, echt waar. En om zijn zoon te roepen, ging hij weg. Ik zal ze nu alle drie even bij langs gaan. Eerst het PPA, dan het PPP en dan het PFA. Ik ben met het PPA begonnen omdat die voor de meeste van jullie het bekendst is. Het participium presens actief. In het Nederlands is dit het tegenwoordig deelwoord. En dat is een vorm van lopen, een vorm van loop van lopend, roepend, breiend. Dus al die nd vormen. Je vormt het door de presensstam te nemen. Bijvoorbeeld van vocare neem je voca. Je zet er ns in de nominatief is enkelvoud of nt. In de rest achter, vocans, vocant. En dan krijg je de uitgangen van groep 3. Dus dat zijn rex en voor onzijdig nomen. Dus dan krijg je vocans, vocantis, vocanti, etc. Groep 3 dus. Hoe vertaal je dit dan? Dit is het interessantste. Je moet het meestal kunnen vertalen. Herkennen is één ding, vertalen is tweede. Er zijn twee basisvertalingen. Een bijvoeglijke vertaling en een predicatieve, oftewel een dubbel verbonden bepaling. Bij een bijvoeglijke bepaling vertaal je het participium als een bijvoeglijk naamwoord. Het congrueert dan ook met een zelfstandig naamwoord, dat is eigenlijk bijna altijd trouwens. En dan vertaal je als de huilende moeder ging weg. Lacrimans vertaal je dan met die ND-vorm, die ik hier net heb laten zien, lopend, roepend. Dus huilend ging de moeder weg. De huilende moeder ging weg. En predicatief is dan dat huilend ging de moeder weg. Oftewel, omdat of hoewel de moeder huilde, ging zij weg. Je moet altijd bij een participium kijken met welk woord het congrueert. Congrueren houdt in dat een woord dezelfde naamval heeft, hetzelfde getal heeft en hetzelfde geslacht heeft. Het tweede voorbeeld heb ik het even in een andere naamval gezet. Patentem, in de accusatief is enkelvoud. Mater per portam patentem intravit. Je kunt het bijvoeglijk vertalen. De moeder ging door de openstaande deur. Patentem congrueert met portam. En je kunt het predicatief vertalen. Met een bijzinnetje is dat vaak predicatief. Moeder ging terwijl, hoewel, omdat de deur open stond, naar binnen. De woorden die je hiervoor mag gebruiken zijn terwijl, hoewel of omdat, maar ik raad je aan om in oefeningen en zo altijd het woord terwijl te gebruiken. Want als je het woord terwijl gebruikt, weten wij als docenten dat je ziet dat het een PPA is. Hoewel een omdat mag je soms ook voor PPP's gebruiken. En terwijl is alleen maar PPA, dus neem voor de zekerheid terwijl. En huilend en zo, dat mag altijd, hè. Het klinkt misschien een beetje gymnasiaal, een beetje vreemd in het Nederlands, maar het mag gewoon huilend. Het PPP. Het participium perfectum passief. Hou hierbij goed passief in de gaten, want het moet dus ook passief vertaald worden. Dit is het voltooid deelwoord in het Nederlands. Meest letterlijke vertaling gelopen, geroepen, gebreid. Je mag er nog zijnde achter denken. Gelopen, zijnde, geroepen, zijnde, gebreid, zijnde. Je vormt het door de presensstam te nemen. OK. Door T of S. En dan de uitgangen van groep 1 en 2, dus het bijvoeglijk naamwoord bonus is dat eigenlijk. Dus dan krijg je vocatus, geroepen, vocati, vocato. Hoe vertaal je dat dan? Je kunt dit ook weer bijvoeglijk en predicatief vertalen. Mater vocata abit. Mater congrueert met vocata, allebei nominatief is vrouwelijk enkelvoud. En dan krijg je de geroepen, als letterlijke vertaling, moeder ging weg. Predicatief is het. Geroepen ging de moeder weg, of dus geroepen zijnde ging de moeder weg. Wat je ook mag doen, is nadat, of hoewel, omdat de moeder was geroepen. Belangrijk is dat
je in tegenstelling tot het PPA, waar het terwijl is, hier het woordje nadat kunt gebruiken, omdat het voortijdig is. Geroepen heeft in zich dat het eerder is gebeurd, want je bent al geroepen. Tweede voorbeeld, in een andere naamval wederom. Ceres riep Proserpina de filiam raptam, de geroofde dochter. Wat ook kan, is nadat de dochter was geroofd. Let hierbij op dat je het echt passief maakt. Dat gaat automatisch als je de meest letterlijke vertaling neemt met dat geroepen, want dat is automatisch passief. Als je het in een bijzin doet, let er dan echt op dat je het passief maakt. Omdat de moeder was geroepen. En niet nadat de moeder riep. Dus bijvoorbeeld. Het perfectum passief is even iets wat ik hierbij moet vertellen. Het perfectum passief wordt namelijk gevormd met het PPP en het lijkt er heel erg op. De vorming is namelijk een combinatie van een PPP en een vorm van esse. Een voorbeeld daarvan, vocatus, dat is een vorm van het PPP. Zoom. Dit gaat eigenlijk automatisch goed als je het PPP gewoon als geroepen vertaalt. Want de vertaling hiervan is, ik ben geroepen. Ik was geroepen. Ik zal zijn geroepen. Dus eigenlijk gaat dat gewoon goed. Maar toch even voor de volledigheid. Het PFA tot slot, het participium futurum actief. Het toekomend tegenwoordig deelwoord. Oftewel, zullende lopen, zullende roepen, zullende breien. Een constructie die in het Nederlands niet zo heel vaak tegen zult komen. Je vormt het door de presensstam te nemen, toer erachter te zetten en weer de uitgangen van bonus erachter te zetten. Hij is vrij makkelijk te herkennen, gelukkig, want er staat altijd toer in. En ik onthoud dan, het is het participium futurum actief en daar staat toer in. Toer is futurum. Handig, dat hebben ze vast expres gedaan. Voorbeeld is vocare, vocaturus, vocatura als vrouwelijk. En vocaturum als onzijdig. Hoe vertaal je dit dan? Letterlijk is het dus, de zoon zullende roepen, komt de vader binnen. Nou, dit zeg je niet. Zelfs wij als klassieke talendocenten zullen dit niet zo snel zeggen. Wat je dus mag doen, is dat je het als doel vertaalt. De vader komt binnen om de zoon te roepen. Dan voeg je dat dus dat om te toe. Wat ook mag, als er een vorm van esse bij staat, dan mag je zeggen op het punt staan om te. Voorbeeld is hostes pugnaturi sunt. Pugnaturi conjugeert met hostes. De vijanden staan op het punt om te vechten. Dat mag als er een vorm van esse bij staat. Dus dat scheelt alweer in het mooie Nederlands. Een PFA kom je meestal tegen in ACI. Zoals ik zei, je ziet het niet heel erg vaak. Meestal als je hem al tegenkomt in ACI. En hij wordt dan ook verbonden met een vorm van esse. Dico marcum venturum esse. Als je niet meer weet hoe de ACI werkt, kijk dan even mijn filmpje over de ACI. Ik zeg dat Marcus zal komen, mag je dan gewoon zeggen. Dit mag dus allemaal als het in de ACI staat. Hè? En ik zei dat Marcus zou komen. Dus als het zeggen is, dan wordt het zal. Als het zij is, wordt het zou. En het PFA past zich dan aan het onderwerp Marcus in de ACI. Nog even op herhaling. Korte samenvatting. Je hebt PPA, PPP, PFA. PPA is actief. Ziet eruit als vocans. Meest letterlijke vertaling is roepend. PPP is passief. Meest letterlijke vertaling is geroepen. En het PFA, meest letterlijke vertaling, zullende roepen. Als je dit maar even goed onthoudt, roepend, geroepen, zullende roepen. Dit is denk ik best onthouden en dan kom je er gewoon uit bij de meeste zinnen. Want meestal zijn deze vertalingen, hoe dan ook, heel goed in te passen in zinnen. Heel veel succes. Als je nog vragen hebt, kun je die stellen in de comments en dan probeer ik daar antwoord op te geven. En veel succes met leren.